ik neem dit nu ook op, zeg maar. Dus het is op YouTube, is het allemaal te volgen. De volgende dag waarschijnlijk. Maar dat maakt dan op zich niet zo gek veel uit. Nou ja, dat kan in ieder geval, zoals de vorige keer wat jullie gezien hebben, dat kan van alles kan misgaan. Dat hoop ik natuurlijk niet. Want ik wil niet dat er van alles misgaat. Ik ben de vorige keer met brood heen gereden. Daar schaam ik me ontzettend voor. Dat maakt me niet uit. Die valmelding ga ik gewoon negeren. Zo. Beste machinist, rijdt deze onbewolkte winteravond. De sneltrein van Hardenberg naar Zwolle stopt onderweg op Ommen, Dalse, Eepen, Zwolle. Wacht op Ommen op de terugkomende trein uit Zwolle. En wacht met de aansluiting van Meppel op een aantal minuten vertraagd. In de situatie van Groningen. Dus. Even kijken. Frontseinen aan. Even naar de cabine. Zo. Dat moeten we wel doen. Eventjes de richting schakelen naar voren natuurlijk. Even kijken. Zo, nou kan ik ook even de chat hier aanzetten. Daar kan ik lekker alles volgen wat jullie zeggen en zo. Even zien. En we mogen vertrekken. Zo. En we mogen nu al lekker beginnen met rijden. Eens even kijken. Zo. Ik zal hier het geluid van mijn telefoon even uitzetten. Niet dat je dubbele dingen hoort. Even kijken. En even zien, heb ik de frontzijnen goed staan? Ja. Die staan helemaal goed. Eens even kijken. Nou, we gaan dus nu in ieder geval beginnen als een... wat zou het zijn? Intercity slash stoptrein slash weet ik veel wat. Koersborden! Vergeten! Koersborden! Nee! Koersborden vergeten! Stom! Even kijken. We moeten die op Zwolle zetten namelijk. Waarom vergeten die koersborden altijd? Koersborden! Die gaan naar Zwolle! We gaan naar Zwolle toe! We gaan naar Zwolle toe! Zwolle, Zwolle! We gaan naar Zwolle toe! Zwolle! Kijk jongens! Dus! Bedankt voor de comments! Ik zie jullie allemaal bam, bam, bam. Allemaal van die meldingen al komen van je vergeet je koersborden. Dus, nou we gaan al met z'n allen zingen. We gaan naar Zwolle toe, we gaan naar Zwolle toe, we gaan naar Zwolle toe. Dus, nou niet te hard rijden in ieder geval. Zo, nou kunnen we lekker chill naar dinges heen rijden. Naar Ommen. Maakt niet uit of we nou dan in de... Zo die zo op 25 zetten. Oh nee, dan ga je met de hand erin, hè? Van die vervelende schakelaartjes. Hele vervelende schakelaartjes zijn dat. Maar goed, dat maakt niet uit. Eens even kijken. Zo, die gaat op 12. Dan gaan we lekker hier zitten. Lekker in het passagiers aan de zicht. Kijk, dan hebben we hier hebben wij de lampen. En dan hebben we hier een stoel. En dan is dit een raam. Weet je wel, dan moet je dus niet open doen en zo. Eens even kijken, daar hebben we nog meer ramen en rekjes waar je al je koffers op kunt smijten. Zoals iedereen altijd doet, je smijt alle koffers erop. Vervolgens dondert alles naar beneden heen. Ja. Wat een plezier hebben we toch. Nou ja, donkerblauwe lucht. Ik weet het een beetje vreemd allemaal, donkerblauwe lucht. Zal er vast wel iets met die textures te maken hebben. Eens even kijken. Comments. Bjorn, zeg eens 2562002. Of is dat 2.562.002? Ja, weet ik ook niet hoor. Maakt niet uit, in beide gevallen. Het is volgens mij wel hetzelfde nummer. Even kijken. Nou, in ieder geval 2.562.002. Nee, ik heb niet de route Amsterdam-Lelystad, want die bestaat niet. Missing textures. PSV Manuel, missing textures. Ja, dat klopt. Het zal waarschijnlijk wel die avondgloed zijn die ik wel niet helemaal oppie en toppie in elkaar heb. En ja, game roll in. Ik ga zeker wel met de 1800 rijden. Dat is dan volgens mij wel op de route... even kijken, hoe heet dat die route ook alweer? De Zeebergbaan volgens mij. Maar ik heb wel een iets van een route daarvoor. Dus ik heb wel een scenario met met een 1800. En... Oh, ik ben geweldig. Ja, dat weet ik. Dat zeg ik ook elke dag tegen mezelf als ik wakker word. Even kijken. Zeg je leeftijd en adres? Nou, ik ben 22 en daar zei het dan mee. En met welke goederentrein ik ga rijden? Ja,
Waarom ben ik niet naar de goederen te... Ja, ik denk met de Taurus of zo. Een van die twee. Ik moet 100 rijden straks. Remmen! Ja, in zit je op het scherm. 1800! Woehoe! 1800! We rijden met de 1800! Met de 1800! Nee, ik zeg niet waar ik woon. Ik zeg ook niet dat het Enschede is. Ik zeg ook niet dat het niet waar is. Geluid van je oren wat omlaag. Oh. Hoe doe ik dat? Geluid van mijn oren. Jorn, ik heb de Vechdalenlijn ook, maar het is grond in vierkante stukjes en mijn rails is ook niet. Hoe los ik het op? Dan mis je textures. Oh ja, voor mensen die willen weten, die route hier linksaf, die gaat naar Almelo. Die gaat naar Almelo. Ja, dat weet ik heel zeker. Oh, wacht even. Ik zal voor jullie nog even die even wat beter maken. En dan kunnen jullie de aankomsttijden zien. Anders zien jullie natuurlijk helemaal niks. Zo. PSV Manuel, nou, een vrouw? Nee, maar ik heb wel een vriendin. Haar naam is Anou. Ja. Mijn vriendin die heet Anou. En even kijken, ja, voor mensen die eventueel iets willen weten van, hoe zeg ik dat? Fanmail. Stuur maar naar blivius92@gmail.com. Kom je er wel? Dan krijg ik zeker, iedereen overal spammail, alles. Maar even kijken. Firm, vraagteken. Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat ik met de firm ga rijden. G. James GG. Of zo. Dus dat komt wel goed. En wat is er aan de hand? 2.562.002? Want je roept mijn naam. Zeg eens mijn naam. Ik denk dat er staat Dominique Muis. Dit is wel lekker chill rijden zo. Even dus lekker naar Ommen. We gaan naar Ommen toe, we gaan naar Ommen toe. Kun je er een video van maken? Nee, ik hou mijn vriendin het liefst buiten boord. Want dan, ja, zij wil dat toch niet? Ik heb al een keer gevraagd van, goh, wil je graag iets in de video meedoen of zo, maar daar denkt ze nog een klein beetje over na. Ja, even kijken. Ja, voor de mensen die willen weten van PC ik heb, ik heb een zelfbouw PC. Het is een computer met een gigabyte moederbord, 16 gigabyte i7'tje, GeForce Nvidia 660 GTX, 2 gigabyte videokaart, was nog meer van toepassing, ja, 1 gigabit LAN connection, wat nog meer? Ik weet niet wat ik nog meer kan zeggen. Ik heb geen idee wat ik dan meer kan zeggen. Wat is dan meer van belang eigenlijk als je zo'n zelfbouw PC hebt? Ja, mensen die vragen naar de facecam. Ja. Dat is nog wel een klein beetje lastig. Die doet het niet! Ik krijg hem niet in de stream. Ik heb hem wel erbij staan. Ik zie op mijn voorbeeld ook een facecam, maar hij komt gewoon niet op de stream te staan. Ik word er helemaal, ja, een beetje paranoia van, denk ik. Even kijken, Jesper, alle teksten gedownload, terug krijg ik de grond niet goed. Ja, misschien heb je de bestanden wel, maar misschien heb je de teksten die erbij horen niet. Dus misschien, ja, dat klinkt een beetje heel erg flauw, maar misschien moet je alles een beetje opnieuw downloaden, zeg maar. Ja, dat is wel heel erg vervelend. Ben ik met je eens, hoor. Ik heb het ook gehad. Oh, PSV Manuel, nee, ik heb geen huisdier. Mijn vriendin heeft wel een huisdier, die van een hondje. Ja. Even zien. Oh. In ieder geval 256-2002. Naam. Wat kost het om te spelen? Ja, nou, je hebt zoveel van die add-ons heb je hier. Dus, ja. Ja. Ik weet eigenlijk niet hoeveel geld ik aan Train Simulator gespendeerd heb. In ieder geval voldoende. Laten we het daarop houden. Al die dingen die er... die moet hebben, dus ja, dat is best nog wel veel. Maar gamegeluid is iets te hard. Kan ik oplossen? Bloep.
is nu iets zachter. Het gamegeluid is nu iets zachter. Maar dat komt door die Mat64, komt dat. Omdat die Mat64 die maakt een ontzettend veel kabaal eigenlijk. Dus daardoor is dat mede ook mogelijk. Treinfanaat. Treinfanaat. DDZ Arnhem. Amersfoort. Ja. Misschien. Moet ik even kijken. Die heb ik trouwens ook een video van gemaakt. Ja, mensen, €300 uitgeven aan Train Simulator is bijna heel erg normaal eigenlijk. Zou je bijna kunnen zeggen. Het kost gewoon een bult geld. Het hele Train Simulator spel kost ontzettend veel geld. Oh, een seintje staat op geel. We gaan even afremmen. Ja, dat klopt. De update van de firm is inderdaad geweldig. Er zal morgen een video verschijnen met de nieuwe firm. Daar heb ik dus een update van gedaan. En je hebt dus twee verschillende toetertjes heb je nou. Dus dat is ook wel leuk om een keer te horen. We gaan naar Zwolle toe. We gaan naar Zwolle toe. Ik heb 4 bakken, dus ik moet even oppassen dat ik wel netjes bij de 4 stop. Bjorn, wat ga je hierna rijden? Wat ga ik hierna rijden? Grote kans dat ik met de 1800 op de Zeebergbaan ga rijden. Dus ja, dat denk ik dan. Met de 1800 in ieder geval, zoiets. Ja. En is het nog iets van de Mat54? Ja. Ja, dat denk ik wel. Maar ja. Hierna ga ik waarschijnlijk met de 1800 rijden. Dus ja, dat is denk ik wel iets dat ik ga doen, die 1800. Maar dat zal het wel zijn op de Zeebergbaan. Want de Zeebergbaan is schijnbaar de enigste scenario die het goed doet. Dus nou ja, dan wordt het dus maar de Zeebergbaan. Yep. Zij dan zo. Waarom loop jij in de grond? Doe het gewoon net als elk normaal mens en loop eens gewoon normaal. Dat staat op rood. Dat staat op rood. Waar is die andere trein? Rij door. Duurt lang. Staat op geel hoor. Mag rijden. Je mag rijden. Duurt lang. Snelheidsbalk iets donkerder. Ja. Donkerder, dit kan niet. Dit is echt gewoon dikke 100% of zo. Kan niet meer dan dat. Zou ik graag willen hoor, maar kan niet. Kan niet. Het duurt wel lang voordat die trein daar aan de overkant een keer... vertrekt. Nou. Toet toet. Je mag rijden. Oh, hij heeft wel zijn lamp aangedaan. Hij rijdt. Goed zo, jongen. Duimpje omhoog. Flinke jongen. Hehe. Stefan, waarom ben je geen machinist geworden, Bjorn? Ja. Dat wou ik wel. Ik wou ontzettend graag machinist worden. Alleen ik heb een... ik werk nou eenmaal op een serverdesk. En om heel eerlijk te zijn, dat vind ik ook wel fijn. Ik vind het prima eigenlijk. Ik bedoel, ook al werk ik niet als een machinist. Ja, nou ja. Zo, ik zie dat daar in de verte al die andere trein aankomt. Dus, gasten. Al staat die sein nog wel op rood. Maakt dan niet zoveel uit. We gaan nou in ieder geval naar Dalfsen. Zijn staat ook op groen, dus we kunnen nu gewoon gas geven. Ja, voor de mensen die willen weten waar ik werk. Ja, ik weet niet of ik mijn bedrijfsnaam überhaupt wel mag zeggen. Of op een livestream. Maar ik werk in ieder geval voor een bedrijf dat netwerken levert aan scholen. Dus, dat kan ik alleen zeggen.
Maar volgens mij mag ik mijn bedrijfsnaam niet gebruiken op... hoe zeg ik dat? Op livestreams, anders doe je iets van contractbreuk, bladibladibla, mag niet. Dus ja, dat zal ik dan maar vooral niet doen. Even kijken, we kunnen wel even netjes hier in de passagiersaanzicht gaan kijken. Natuurlijk. Nou ja, anyway. Ja, doet doet. Even kijken. Nou goed, ik werk op de service desk van Odin Onderwijs. Ja. Ik werk op de service desk van Odin Onderwijs. Dus nou ja, nu weten jullie dat ook weer. En Odin Onderwijs is zeg maar een service desk voor eventueel Heutzing ICT, Reiners ICT en Station to Station. En ja, die leveren allemaal schoolnetwerken. En ja, dat is het. Dat is een klein beetje eigenlijk. Even kijken. Kan er een muziekje op de achtergrond? Een muziekje op de achtergrond? Ja, misschien naar deze route. Dat ik naar deze route eventjes een muziekje op de achtergrond zet of zo. Maar volgens mij kun je dat haast gewoon niet horen, zo'n muziekje op de achtergrond. Dus ja, ik weet het ook niet helemaal zeker. Ja, mensen, ik zal na deze livestream... Na dit scenario zal ik wel eventjes weghoppen om snel even een muziekje op de achtergrond te zetten. Ja, inderdaad, Maronit. Station to Station. Inderdaad, lekker toepasselijk. Tom, G2004. Ja, klopt. Chris Train gaat binnenkort beginnen met de Arriva. Klopt. Engelo! Nou, mensen die vragen om het liedje. Er komt, na dit scenario, komt een liedje op de achtergrond. Een liedje op de achtergrond. Want ik wil niet elke keer scenario's gaan onderbreken voor elk klein dingetje en zo. Dat is een beetje somber. En ja, ik ben eigenlijk nu zo kijk, want we stoppen nog alleen in Dalsen en dan Zwolle. Maar wat dus leuk is, ik heb eigenlijk een stage gelopen in Zwolle. In Dalsen bedoel ik. En toen moest ik op een gegeven moment ook overstappen op dat station. Dus dat is best wel grappig. Omdat je dan gewoon zeg maar ziet. In echt maar min of meer real life, of misschien niet real life, maar iets van die twee in ieder geval. Ja, dat iets van joh, dinges en zo. Quid pro, wanneer gaat Christian Arriva doen? Dat weet ik wel. Chris Trains gaat eerst een paar updates uitbrengen van zijn laatste treinen, omdat hij dan bezig is met licenties voor de treinen en zo. En als je dan, je weet wel, dan als hij daarmee klaar is met die licenties, dan zal hij beginnen met die Arriva. Bjorn, staat je voorlichten aan? Ja, die staan zeker wel aan. Dat weet ik 100% zeker. Ik zal het je zelf nog een keer laten zien. Nou, je ziet bijna niks, maar goed. Kijk, hier zijn mijn voorlichtjes. En dan zijn hier mijn achterlichtjes. Die staan ook gewoon allemaal netjes aan. En voor de mensen die voor de 200ste keer vragen of ik homofiel ben. Nee, dat ben ik niet. Ik praat alleen zo ontzettend vrolijk voor de entertainment. 2 miljoenste keer. Zo. Zo. Kunnen we even lekker rustig... De vraag is nog mensen of mijn lichten aanstaan. Ik heb net laten zien dat mijn lichten aanstaan. Wat de hel. Nou ja,
Oh, er zitten gewoon mensen ook even lekker een theekransje te doen. Maar ja, nou, dat kan ook. Gewoon even lekker theekransje doen hier al. Alsof het er niks uitmaakt. Oh, piepende remmen. Deur open. Bingo. Wanneer ik jarig ben? 9 februari ben ik jarig. Of ik de ATB aan heb, die staat automatisch aan. Alleen op deze route heb je zeg maar geen van die blokken die laten zien hoe of wat. Of wanneer die zo'n dingetje... Laat je toe te horen. Alsjeblieft. En mijn lichten. Mensen, kijk eens. Wat zijn dit? Moet ik nog even inzoomen? Wat zijn dat? Wat doen die? Dat zijn lichten. Wat doen die? Die geven licht. Zo. Even kijken, huppakee. Gassen. We mogen verder rijden. Mensen vragen me ook bij een toeter. Nog een toeter. Nou, anyway, ik kan nu lekker vol gas geven. We gaan lekker naar... is 1500 ampère veel? Nou, ik denk als je met je handen 1500 ampère aanraakt... dan denk ik niet dat je bepaald iets van na kunt vertellen of zo. Dat denk ik wel. Een zwart scherm bij een route? Dat weet ik niet. Ik heb nog nooit een zwart scherm gehad bij een route eigenlijk. Dus, ja. Ik heb geen idee. Het spijt me. Ik heb echt geen idee waarom, hoe of wat of wanneer. Ga eens bij de volgende spoorwegovergang kijken. Ja, dat wil ik wel. Maar moeten we er wel eentje tegenkomen. Wanneer koop je een nieuwe trein? Mensen denken ook van het geld bulk. Even kijken. Nee, ik heb vandaag wel een nieuwe trein gekocht. Ik heb de... ik heb de BR120 gekocht. En ik heb de BR145 gekocht. Maar ik wacht zeg maar totdat Chris er eens een keer weer komt met nieuwe treintjes. Want dan wil ik graag wel weer eens een soort van nieuwe... ik wil er een keer aan een nieuwe trein rijden. Dat is ook leuk. Ja, bij het volgende spoorwegovergang kijken. Ja, maar waar is die dan? Eens even kijken. Volgende spoorwegovergang. Oh, hier. Ja. Bingo. En dan gaat die ook als goed is omhoog. Aangezien jullie zo graag willen zien dat die dingen omhoog gaan. Kijk, nu gaan ze omhoog. En dan gaan ze nu uit als het goed is. Bingo. Treintje. Oh, dan komt een goede trein. Toeter. Mensen die vragen waarbij Twitter is. Ik heb niet per se een Twitter voor Blivius92. Ga ik wel doen. Ik ga eens even een. Ik ga straks naar die livestream. Ga ik wel eens iets van een Twitter aanmaken of zo. Dat is wel. Misschien wel handig om te doen eigenlijk. Ik ga na deze livestream. Na die 2 uurtjes dus. Ga ik wel even iets van een Twitter aanmaken voor Blivius92. Dan kan ik jullie misschien ook via Twitter op de hoogte houden. Dat is grappig. Dat is leuk. Oh ja, en ik ben ook over de 500 abonnementen heen. Weet je hoe vet, jongen? Ik heb al 503 abonnees. Aha. Dat is vet, man. Ik wil wel een logo voor je maken, Bjorn. Ga je gang. Be my guest. Stuur me naar blivius92@gmail.com. Oh, geel zijn. Oeh. Oh.
Ja, ik weet dat ik moet remmen. De volgende scène staat op rood. Op welke site kun je dit downloaden? Ik zou zeggen, probeer eens train.nl. Ja, ik ga deze keer niet door het rood rijden. Ik heb er helemaal een trauma aan overgehouden. Ik ga niet meer door rood rijden. Helemaal goed. Ik weet nou dat het zijn daar op rood staat. Waarom heet ik... Nee, ik heet geen Beluis. Ik heet Blivius. Dat is B-L-I-V-I-U-S. Dus. Dat Zo, even netjes afremmen. Zo, netjes geremd. En om het vervoer te en om de auto's lekker te pesten, heb ik besloten om gewoon lekker op de spoorwegovergang te stoppen. Nou, dat is leuk. Dat doen we allemaal. Hey, Dylan Gaming Twitch. Goeie avond, zullen we maar zeggen dan, hè? La 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 la. Zijn er nog iets van treintjes waar we op moeten wachten? Waar ben ik? Even kijken, ik ben helemaal hier. En dan wachten we op... Ja, dit vind ik zo stom, hè? Kijk, die service 1, jongen. Daar moeten wij op wachten. En op service 2 waarschijnlijk ook. Jezus, hoe lang gaat dat nou weer duren dan? Even kijken, wat zijn ze nou aan het doen? Zijn ze aan het slapen of zo? Even kijken. Da 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 da. Die rijdt niet eens. Dat wordt me lang wachten. Nou, voor de mensen die die willen weten waarom ik Blivius heet. Dat is omdat mijn broertje die begon eerst met gamen eigenlijk. En die had altijd de naam Oblivion of zo. Of Cilician. Of iets in die richting. Wat ik dan doe, ik dacht van Cilician, dus was ik een beetje aan denken. En toen kwam ik op een gegeven moment op Blivius terecht. Mensen, ga rijden. Duurt lang. Nou, we gaan even ondertussen even een lekker kopje thee drinken, denk ik. Als ik van Trebe de route download, krijg ik dus een zwart scherm. Er zijn nog andere sites waar je routes kunt downloaden. Weet ik veel. Even kijken. Mensen die zich afvragen waar die 92 voor is. Als je 2004 min 22 doet, wat mijn leeftijd is. Dan kom je op 19. Goed zo, Marion. Maronit. Maronit is slim. Dat is inderdaad mijn geboortejaar. Ga heen bij service 2. Dylan Gaming Twitch, mijn dag is helemaal goed. Ik heb een prima dag gehad. Eens even kijken of die trein hier aan het rijden is. Want hier, we moeten namelijk op deze trein wachten. Dat is de vorige keer namelijk ook zo. Voor mij is hij aan het rijden. Kijk, die koploper is ook aan het rijden. Hij is wakker geworden. Hij is wakker. Hij is wakker geworden. Hij is wakker. Oh, zei ik 2004? 2014. Hé. Wat is je naam op treinpunt en je wachtwoord? Serieus? Ga je dat niet geven? Nou ja, hij is aan het rijden. Kunnen ze meteen vertrekken? En ik ben het wel eens met Dominique Meus. Duurt lang. Duurt heel erg lang. Maar hij reed al voorbij. Zie, en er rijdt nog eentje voorbij. Alle twee rijden ze voorbij. Dus, ik moet alleen nog eventjes wachten tot hij luistert meteen. Voorbij zijn. En dan gaat voor mij volgens mij het zijn op geel staan. En dan mag ik doorrijden. Ja. Kom op.
Joe. Koekoek. Groen. Jammer. Was zo dichtbij. Bam, bam. Ah! Yay! Gassen! Ja? Nee, is geen storing. Het is geen storing. Is dat grappig? Ik zie al lang dat het hier geel is geworden en mensen zitten altijd van duurt lang. Ja, en dan zien de mensen pas dat het geel is geworden. Voor mij was het al lang geel. Moet je nagaan. Wissel. Ik mag hier 100 rijden. Bingo. Alles over de wissel in. Bingo. Gas geven. Oh, geen probleem, Dylan Gaming Twitch voor de livestream. Dus, ja. Ik zie dat mensen wel een beetje vragen continu wat een ATB is. Nou, een ATB. Dat is een automatische treinbeïnvloeding, besturing, beïnvloeding. En dat zorgt ervoor dat je niet te hard rijdt. Want als je te hard rijdt, dan gaat zo'n leuk belletje gaan tringelen. En als dat belletje tringelt, ja, weet je wat er dan gebeurt? Als je niks doet, dan gaat hij op de noodrem. En dan sta je stil. Oh. Waarom druk ik ook op die tap, jongen? Ga weg met die tap, gek. Ik moet gewoon op Q drukken. Ik hoef geen tap. Waarom zing ik kerstliedjes? Het is zwart lente en ik zit hier aan de kerstliedjes. Dat klopt helemaal niet. Gewoon even lekker rustig rijden, want dat sein kan zomaar op rood staan. Daar heb ik helemaal geen zin in. Eens kijken, wat zegt die seintje? Kom maar, groen! Bingo! Dat betekent voor mij, we gaan weer gas geven. We gaan weer gas geven. Wil je op F1 drukken? F1! Zwolle! Die laatste. Laatste stationnetje. Zwolle. Ja. Geloof ik is Sinterklaas. Moet ik daar nu gewoon serieus antwoord op gaan geven? We gaan naar Zwolle toe. We gaan naar Zwolle toe. Mensen vragen allemaal om F1. We gaan naar Zwolle toe, we gaan naar Zwolle toe. Yay! Ja, Zwolle is gewoon baas. Geloof ik in Bjorn? Ik geloof altijd in mezelf. Dat zijn ze op geel, dat is natuurlijk wel vrij logisch dat je op geel staat. Omdat. Oh, scheisse, hoog je 40. Ja, logisch zal zijn op geel staat dat je 40 mag. Maar zelfs, ook al. Hé, hey, dat vind ik wel een grappig ding. Wat is dat voor? Wat is dat voor ding? Wat moet het op lijken, een buffel? Wat is dat? Wat is die? Oh, snelsoverschrijding. Woehoe! Oh mensen, vrijdag weer livestreamen. Ik heb nog iets van dat heet een leven. Maar er komen heus wel meer livestreams. Wees maar niet bang. Daar is die stomme Intercity aan de zijkant. Ik haat hem, want hij mocht voorgaan. La 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 la. En dat kraakt en dat piept. Jezus zeg. Zo. Nou.
deuren open. Maar wat betekent dat? We gaan een liedje doen. We gaan een liedje doen. We gaan een liedje doen. Ja, ik ga als deze zometeen helemaal klaar is, dat scenario, ga ik zo even een liedje opzetten. Ja, ik word van de stoel afgegooid. Ja, dat krijg je ervan als je het hard over de wissels gaat. Hè. Dan vlieg je gewoon... Vlieg je hartstikke met je bakkes op de grond. Was er waarschijnlijk zonder die... Die mensen iets van die burgers aan de zijkant hebben. Yay, beëindigd. Joehoe. Oké. Ik ga een liedje doen.